hartstikke toch. Oh, we kunnen dit beter zo neerzetten. Ja. Panini. Ik heb echt honger, weet je wel. Breakfast! Jee. Hier staat een bord te veel. Ja, ik wil een bruin brood. Oh nee, is dat hetzelfde bedrijf wat ook broodjes geleverd met een videoclip? Ja. Met de Bremlen. Hetzelfde doosje. Welke wil je? Dit even weghalen. Brie. Er is banaan, mango of chardonnay? Oh, mango. Zou ik van jou een mogen met parma? Jawel. Ja, ik denk die bij je linkerhand. Lex, wat wil jij? Ja. Ik heb zalm. Zalm. Ja, lekker. Oh, lekker. Lekker. Dank je. Ziet er wel lekker uit. Ja, hè? Maar hey, dit is daar eigenlijk ook uniek, dat iemand eigen naar huis moet, maar je mag toch nog even eten. Ja. Je hebt wel unieke dingen meegemaakt, Alex. Ja. Besef je dat wel? Ja. Je zoon gaat zitten in het lekker lang hier. Wie gaat? Ja. Mensen moet je iemand, die mag niet. Banaan? Het is aardbei-banaan. Ja, maar er zit waarschijnlijk wel groenschap in. Oh, dat weet ik niet. Ja. Ik heb expres niet... Ja, ik heb de pilletjes bij me, dus je kan het gewoon proberen, ja, hoor. Ja. Ja. Oh, kom. Dit doet pijn aan mijn vinger. Nee, zo open, hoor. Bren. Oh. Ja. Oh. Oh. Zo, jij en ik schrok allebei, hè? Nou, ik dacht wel. Nou. Ik zou de maaien voor jou. Ik vind het de maaien. Ik zou wel een slaan. Een beetje hier zetten. Ja, hè. Ach, heerlijk. Lekker, hè? Van alles tussen. Nou, eet smakelijk op jou, Lex. Ja. Dan mag je. Ah, sjouwen. Is dit gewoon een jus? Ja. Dat moet gaan. Ja, ze maken daar gewoon lekkere broodjes, hoor. Heerlijk. Het is niet het broodje... Broodjes lekker niet van de hoek bij de shop. Maar wel heel lekker. Ik denk dat je wel een beetje verdrietig zal zijn, maar. Ja. Ik denk dat je uiteindelijk wel een beetje verdrietig zal zijn, maar. Ja, ik denk dat vanavond ook wel. Is het ook bij je pa gewerkt? Ja, we gaan er lekker van genieten, hè? Ja. Utopia is mooi, maar uiteindelijk als je eruit gaat, is het ook heel mooi. Ja, iedereen moet op een gegeven moment de deur uit. Mm-hmm. Op Jordi's verjaardag. Ja. Oh, verjaardag. Mm-hmm. Ja. Oh. Ja. Gefeliciteerd, Jordi. Ja. Ja, gefeliciteerd. Veers meid. Misschien staat hij wel te wachten, die meid. Woehoe. Ja, ik ben benieuwd wie hier allemaal staat. Ik kan het je niet vertellen. Nee. Nou, tegen de tijd dat je dat ziet, ben je zo ver weg, dan kan je niet meer schreeuwen. Oh, dat is echt lekker. Nou, dat is niet helemaal waar, hoor. Dat is wel ook gehoord. Ja. Maar, je bedoelt toen ze wegging? Nee, toen de familie aankwam. Maar ik denk dat je het van 3 kilometer afstand nog hoort. Ja. Mama. Bij wie hoorde je dat? Shell. Ja, echt? Ik hoorde dat alleen Andrea er stond. Van mij. Echt? Ja. Nee. Nee. En Carmen. Ja, dat sowieso. En een heleboel andere fans. Ja? Het is heel druk, zijn geweest. Echt heel druk. Voor haar. Oh, god. Dat is wel echt leuk. Dat is dan doen. Vraag me af of het bij mij gek uit is. Ik denk wel dat veel mensen dan, Lex. Denk ook. Ja. Denk ook. Ik denk dat Veersmeid er ook staat. Op zijn verjaardag. Veersmeid! Maar heeft hij van mij, hè? Huh? Heeft hij van mij, volgens mij. Heeft hij van mij, volgens mij. Nu heb ik ook loeren op hier allemaal. Oh, Brie. Ja, rostbief ook. Is dat patje? Ja. Oh. En wat is dat? Dat is ook Brie. Brie. Wat is dat? Wat zit daarin? Waar? Wat doe je nou? Zo'n nijn, misschien? Ik kan niet zo. Nee, dat weet ik. Ai, joh, pak hem. Hoppatee. En jou ook niet van de maat. Oh, je kip! Die schouw even, alsjeblieft. Ja, kip. Is toch kip? Ja. Ja. Ben je wit of bruin? Het liefst wit. Als dat natuurlijk allemaal een optie is, hè?
Ja. Super. Is dit truffel mayonaise? Nee, geen truffel volgens mij. Maar ik krijg het meer in mijn theotje. Is er nog een tonijn? Vlees. Tomaat mozzarella is dat. Oké, dat kan ik ook. Ja, lekker hoor. Wat is dit? Ja. Ik ga wel iedere avond Dexie baby doen, ja? Ja, doe maar. Oh, je eet natuurlijk geen vlees, hè? Wil je zeggen, als ik dit stukje afsluit, wil je dan mijzelf? Met Brendan. En Bren? Zeker weten? Ja. Vanavond s'avonds even zeggen, aan die top of the world. Ja, voor die love me. Wij zeggen dat ook. Ja, jullie ook? Vooral ik. Ja, schatje. Annie! Zorgen jullie dat de keuken altijd netjes blijft en zo? Lex doet de laatste tijd echt mijn best. Ja, weet ik. Ja. En als hij vol is, gelijk even uitruimen. Niet weer de dekdinges. De dek, of hoe heet dat ding? Belazen ding. De deurtje weer, even lekker weer terugduwen. Moet je weer een nieuwe actie maken voor de diertjes. Ja, dat kan niet meer. Koffiezetapparaat. Ja. Ik heb vandaag wel doorgespoeld nog. Lekker maar. Ja. Lek. Nee, ik krijg een kap. En, ja. Nee. Oh shit. Wat? Zie ik Maaike, hoe heet je ook niet? Mike. Kan je vragen voor de list? Hij moest via jou vragen, ze Ernst. Nou, ga ik doen voor je. Alsjeblieft, kan ik eindelijk een keertje naar Booming Festival. In januari. Oh, de 5e is op een, of 1e is op een zondag. Oh. Ja. En jullie mogen ook op 3 december mogen jullie wel een feestje vieren, en dan zat ik hier een half jaar. Ja. Ik ben gewoon rucola aan het eten. IJsbergslag. Dat is ziek. Hij hoort wel met rucola. Ja. Heel leuk die formaliteit dat hij de mes en vork gewoon naast zijn bord liggen zo. Relax. Nee, ik hoef niet zo hard. Ik zit echt van, nee, drink maar lekker jullie op. En een beetje mee van onderweg. Ik zal nog even met mijn kippie bijwerken en dan... Mannen van de tent zijn er ook alweer. Nee. Ja. Ik ga jullie echt missen. Ik ga jullie echt missen. Ja, ik krijg toch een band met elkaar. Weet je, en af en toe gun je elkaar liggen in de ogen, of heb je ruzie met elkaar. En ik heb het vaker gezegd, maar ik hou echt van jullie, weet je. Even doorrokken, jij. Keuzes. Nog ga ik ook missen. Humor, gekkigheid. Dat wil je niet meer. Nou, Blin. Ik vind haar zo'n mooie vrouw. Je weet wat ik heb geschreven in die magazine. Ik heel iets ook iets moois heb je ook verteld. In het medekamp. Ik heb je verteld. Meisje, zullen we kinderen kunnen zijn, man? Er zijn vriendjes van... Je bent wel ouder, maar zo voelt het niet. Je voelt het niet. Toch? Jullie zijn zusjes, toch? Ja. Ja, ik heb een grote zus en een kleine zus. Ik heb nood gehad. Ja, oh, tuurlijk. Ik heb hem... Oh, God. Sorry, man. Sorry. Eén iemand minder bij de poort. Nou. Nee, sorry, Marie. Sussie, sorry. Zes van de negen mensen konden je...
kon die je kind zijn. Hier. Ik ben wel jong, maar ja, Milena had echt wel mijn kind kunnen zijn, zo. Ja. Ik ook. Jij ook? Ja. Oh, jij ook nog. Ja. Hoe oud is Jordi? Ah, jij ook? Ook. Ik ook. Oh, jezus, help me alsjeblieft. Waarom zeg ik ook 6? Maar ik ben gewoon 35. Ik voel 35. Zei ik al, weet je, had ik Tinder. Dan deed ik altijd, deed ik altijd mijn leeftijd eventjes... Borgen. Borgen. Dat kan nu niet meer, nee, maar Tinder kan het niet. Gewoon vijf getallen. Nu ja, ik deed altijd 5 getallen naar die kant op. Dus toen was ik... hoe oud ben ik nu? 49? Of 45, 44. Maar weet je, als je 50 bent, dan kijken mensen niet meer zo snel op Tinder. Weet je, maar even thuis staan. Maar Lex, iedereen weet nu dat je 49 bent. Ja, dat is wel, ja, kut zo. Je had gewoon naar binnen moeten komen, ik ben 45. Huh? Oh ja. Ik denk dat Fidea meer kennis is. Ah, nou, dat is bijna hetzelfde. Oh, minder mayonaise. Ja, fucking. Nou, ga het gewoon proberen, anders keilen we het gewoon weg. Oh, misschien. Ja, van gisteren nog. Ja. Ik heb ook nog een polly van de pollyvrouwtjes. Oh. Voor mij is het 52 minuten. 52? Een uur toch nog wel? Oh. Oh ja, en ik woon nog verder ook nog. Ja? Ja, jij wordt dus Sassheim. Of Sassheim. Dat ligt toch voor waar woon ik? Dat denk ik wel. Zoete Woude. Hij heeft gehouden dat we pas over een paar uur zouden gaan stemmen. Is het afslag Alfa aan de Rijn? Leiddorp toch? Oh, je, ja, is het voorbij Leiden waar jij woont? Het ja, ligt er. Hè? Ik weet het ook even uit. Ik moet wel lopen, ja? Vanaf, ik weet niet eens meer vanaf welke kant je komt. Amsterdam. Amsterdam, ja. Ja, maar vanaf Noordwijk. Ja, maar dan weet ik er bijna ook niet meer. Als je gewoon niet even bent. Ik had vannacht een rare droom, zei ik al, dat mijn auto stond in de stad geparkeerd in Amsterdam. En er stond een sticker erom met, de auto moet zo snel mogelijk weggehaald worden. Toen ging ik rekenen op de snelheid, kon niet meer rijden, want ik vond het doodeng. Want ik had natuurlijk maanden niet meer gereden. En toen was mijn moeder was boos, want ik had mijn boete binnen dat ik het donker achter het stuur had gezeten. Nou, wat een jongen. Mijn moeder wou niets met me te maken hebben, nou, dat zal buiten niet zo zijn. Wat een raar droom, hè? Ja. Vooral hier, vind ik. Oeh, echt. Mijn moeder was ook heel jong. Ik heb geen dromen meer. Ah, iedereen droomt, alleen weet je het niet meer. Ja. Ja. Ik weet het ook niet meer van vannacht. Ja. Oh jawel, make-up doekjes. Ja. Is het ding ook kort? Ik weet mijn dromen meer, Rick. Huh? Oké. Okay. Ja, toen zei ik, oh ja, make-up doekjes. Iets met een make-up doekje. Ik ben dan benieuwd of die mensen van de tent nu ook weten van, oh, laat die maar even. Ja. Nou, ik hoop dat we zo meteen naar buiten lopen en dat ze denken, nou, al die vloerdelen die zijn opeens weg. Ja. Nou, dat denk ik. Nou, dat oh is ja, toch... dat moet ook nog. Ja. Ik dacht even tent weg en klaar. Nee. Nee. Zo even lekker heb je afleiding. Ik loop de deur uit en dan is het alweer onder mijn mindset. Next, kan je de vaatwasser nog even uitremmen? Ah nee, doe maar niet. Nee. Ik moet morgen wel gelijk weer aanmelden bij mijn sportschool. Oh, dat bij Utopia. Ja. De sportspullen blijven nog even. Ja. Dat, de sportspullen, dat is in handen bij Brendan en dat komt allemaal wel goed. Ah, dan kan ik nog niet gisteren al gesproken ook toch? Ja. Ja. Ja, ik heb gisteren al gesproken met Peter. En mijn Ulna. Radius, nee, je Ulna. Ulna, Radius. En mijn je tribula. Ulna is je spaakbeen, dit is je elleboog. En wat is mijn tribula? Je tibula, dat is je scheenbeen. Je tibula, dat is je fibula, dat is je kuit. Maar, je patella, je patella is je knieschijf. Ach, oh, ik denk wel wat. Maar, had ik niet verwacht dat ik dat allemaal kon. Ja. En wat is je schuine buikspier? Bipositie. Musculus en rector. Musculus. Ja? Dat weet ik even niet meer. Ja? Je posters, dat je die niet vergeet. Moet je, je moet nee, wel oefenen. Nee, die mag niet blijven in de sportschool. In retroflexie? Antiflexie, retroflexie naar achter. Dat is een lateraal. Ik ken het nog wel. Eén keer doorlezen, dan weet ik het gewoon.
Wat was met dat melksiroker? Iets met Anna. Anna het geloof. Annie. Anna globine of zo? Weet ik het. Anna, ja, Peter Anna is een zuurmelk. Anna of ja. Peter kan het allemaal zo mooi uitleggen. Dat zei ik hem ook gisteren. Zei, jij kan zo mooi dingen uitleggen. Maar je ziet ook dat hij heeft ook... Hij vindt het ook leuk om het uit te leggen. Passie. Ja, passie. Hij zegt, je komt gewoon lekker naar mij toe. En dan gaan we lekker... Hij zegt, het is heel makkelijk. Heel simpel. Heel simpel. Ja. Maar wat wel ver hoor. Even voorbij Efteling. Zo. Kaatsheuvel. Oh, ja. In de buurt, ja. Oké, ik ga even roken. Ja, zal ik maar... Wat jij wil? Ja? Wat jij wil? Ja, maar ik denk dat misschien verwacht mijn familie buiten ook al. Ja. Nou, ik denk sowieso. Je zit hier nog eens wel een tijdje, hoor. Ja, je bent hier nog niet gelijk weg. Nee, dat weet ik. Dat weet ik. Wel met je familie. Wij komen er zo weer aan, hoor. Nee, in eerste instantie niet. Die zie je bij de poort. Nou. Ja. Ik zie het allemaal wel straks. Het maakt er niet uit, daarover kan ook mijn moeder er gelijk. Ja, eigenlijk Jordi, als Jordi wegrijdt, zegt tegen Jordi, Jordi even toeteren. En niet één toetertje, maar gewoon een hele lange. Ja, 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 dan weten we dat je... Ja. Ik ben Beb. Ik zeg, hé, stoor mijn moeder ook. Beppie. Moeder het Beb. Ja. Beppie, ja, iedereen noemde haar Beppie. Dat is oma in het Fries. Ja, ja, maar dat staat mijn moeder eigenlijk. Alberta Everdina. Ja, Alberta Everdina heet ze eigenlijk. Ah. Alberta, ja. Beb. Albert is mooi. Beb. Dus ik het alles weer terug met... Dat is echt, dat is nog echt die ouderwetse namen, weet je wel. Ja. Zoals Jan, Kees, Klaas. Gerrit. Ja, Gerrit. Alexandra. Dat is, is dat er nou... Nee, maar ik... gewoon echt die ouderen van vroeger. Ja, allemaal één letter gegeven. Wilhelmus. Ja. Hè? Willem. Mijn moeder heet Anna Palona Mathilde. Oh, zo is het. Anna Palona. Ja, Anna. Anja. Anja. Oh, Anja. Oh. Annie. Wil je nog even naar de geitjes? Ria. Ja, Annie. Ik wil even naar Katie nog. En dan ga ik mijn kist ook gelijk even pakken. Mag ik meelopen? Ja. Mm, Katie. Mm. Nou, stoel, bedankt voor het zitten. De komende half jaar heb ik het gedaan hier. Komende? Dan moet je de hele Silo even bedanken. Nou, bedankt Silo dat ik hier heb mogen zijn. Zit daar een psycholoog? Ja. Eet je wel lekker. En als speciale dank deze afwasmachine, die nu klaar is. Ze doet hem weer dicht. Ik heb het wel gedaan toen ik dacht dat ik de borden toch ook lekker staan. Het huisje en alles bedankt. Ik neem de tomaten mee voor Kate. Lijkt of dat ze ook eerst in de vriezer hebben geleverd. Dat het bevroren fruit is geweest. Dat ze eruit zijn gehaald. Dat ze het een paar dagen geleden gemaakt hebben. Ik heb zin om lekker te douchen. Oh, ja, goed. Als we meteen eerst gezellig de tent opbouwen. Mijn bed in de was gooien ook. Oh. Die rijen die worden ook steeds korter bij die wasmachine. Ja. Dus nu bijna normaal huishouden. Nu elke keer als ik in het sanitair loop, dan is de wasmachine afgelopen. Ja.
je smoothies maar in de... Ja, tuurlijk. Ben je nog enige sporten? Nou. Oké, schat. Ja. Nou, ga goed niet hoor, meis. Ja, er gaan dingen, je zal dingen moeten gaan doen die je eigenlijk niet wil gaan doen. Maar dat zou je wel gaan moeten. Je moet niks, ik weet het, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ik begrijp toch? Wat je bedoelt. En dat heb ik ook tegen een Gerrit gezegd en dat heb ik ook tegen een Frenny gezegd. Ja, tuurlijk. Weet je wel, of jullie gaan naar beneden of jullie gaan omhoog. En ik wil dat jullie omhoog gaan en niet naar beneden. Want anders liggen jullie eruit en er staat eentje als winnaar hier bij de poort. Wat eigenlijk niet de bedoeling is, vind ik. Niet op deze manier. Samen met z'n allen staan jullie sterk. Ja. Jij bent ook een man van je woord, dus dat komt allemaal wel goed. Ik ga mijn kist pakken. Want anders duurt het te lang. Ja, worden die mannen straks een poosje niet aan het helpen zijn? Hè? Heb ik zo'n golf op mijn dak? Ja, dat ik niet aan het helpen ben. Ja. Bij vier. Ja. Nou, even mijn lippies nog doen en dan... Lippies? Mijn lippies, ja. Ja, Noor. Het is wel een rotzooi in de... In de, hoe heet het? In de caravan. Heb ik eten niet al? Nee. Nou, ik koop wel nieuwe handschoenen. Deze zijn echt heel vies. Frenny, ik heb handschoenen voor je. Ik dacht het al. Ja. Oh, wil iemand mij helpen met mijn kist? Fren, ja, ik trek dit niet aan meer hoor, maar dat kan anders ook weg. Ciao. Nee. Moet ik helpen? Nee. Ja. Oepsie. Ja, gaan we lekker zo? Ja, zo is het straks. Oh, dit vind ik heel eng dit. Ja, ik heb hakken aan ook, hè? Ja. Oeh. Ik zet hem. Nee, dit vind ik. Ik kan iemand hem pakken, want ik heb hakken aan. Ik sta ook helemaal te trillen. Ja. Yes. Ja, die gaat ook. Vingers lekker. Knel die vingers lekker. Lijkt mooi. Ja, mooi. Andersom toch? Oh god. Polly. Ja, Polly. Zo dichtbij mogelijk zeg. Lex, heb je een mooie kist. Ja, iedereen zegt dat. Ik ben ook heel blij met deze kist. Ja. Mooi dat die... Er zit een soort van wassing overheen of zo. Ja. Mooi. Ja. Supermooie kist. Niet huilen, niet huilen, niet huilen, niet huilen. Mag wel. Ik had echt niet verwacht dat ik hier zou staan. Raar, het is echt raar om hier te staan, man. Waar is Jessie? Oh, Polly, maak? Ja. Ja hoor. Ja, ik ben leuk met Polly. Is dit nou helemaal... Oh, dit is mijn betere kant. Ah! Die wil ik ook! Oh shit! Oh shit! Ik weet niet, ik was aan het roken. Hou je er vol? Ja hoor. Met je handen? Liep naar binnen, toch? Ja. Riep hij ook niet. Yeah! Beetje voor Lex. Er zitten er nog maar... Ja, ik heb een nieuwe. Wacht even, 1, 2 nog een keer. Oh shit. Hou je er vol? Die zijn vreemd. Ja! Die houding heb ik eerder. Yeah! Dank je, schat. Optillen heb ik eerder gezien. Ja. Meisje, vriendin. De polyjuffers ook? Ja. Overal op de grond. Ja, als je niks zegt, dan weet ik. Poes, kom. Of ga je ook nog? Ja. Dat is wel moeilijk, hè? Ja, niet huilen, hè? Drie. 2, 1.
Kom meisje, vriendin. Dexie baby! 3, 2, 1. Oh, wacht. Oh, mooi. Wacht. Mooi. Helemaal harneknoot. Ja. 3, 2, 1. Alsjeblieft, schat. Dank je. Oh, nou. Hey, hier sta ik. Ik sta in nummer 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Jongens, ik heb het net al aan de eettafel gezegd. Utopie, wat heb jij mij mooi gemaakt? Wat heb je me sterk gemaakt? Wat heb je me doen nadenken over bepaalde situaties? Wat ben ik door jouw dingen gaan waarderen? Ik heb heel veel geleerd. Ik heb ruzie gemaakt. Ik heb af en toe te veel borreltje gedronken. Maar voornamelijk, ik heb plezier gehad. Ik heb mensen in mijn hart gesloten. Ik ga mensen buiten zien. En ga rocken, jongens, jullie. Weet je, het is nu mijn tijd. Dat had ik niet verwacht. Het is nu gewoon mijn tijd. En straks is het ook jouw tijd. Jou, voor iedereen is het straks tijd. Ik wil Kenneth bedanken voor onze fotoshoot. Peter en Glynis en zijn vrouwtje. Dank jullie wel voor de Utopia. Weet je wel, voor onze gym. De gebruiklijn. Nou, kom er eens maar uit. Voor de apparatuur. Ik wil Stefano bedanken voor alles wat hij voor me heeft gedaan. En ik wil jullie bedanken. Want zonder ons was er geen Utopia geweest. Ik ga naar huis. Poepie. Ja. Wel thuis. Ja. En geniet er ook een beetje. Ja, doe me op mijn zin. Ja, tuurlijk. Ja, jou zeker. Ja. Dus kent. Mimi! Mimi! Oh, ik kan ook niet zo'n player zijn, hè, man. Hé? Hé, hey, zet hem op buiten. Ja. Zorg dat je vasthoudt aan de dingen die ja, je... ga ik doen. Oh, gooi mij zien. Puur ook. Mijn vier. Ja, zeker. Ja. Je komt ook goed met jou, hè? Mooi mens, mooi meisje. Kom, ik zie. Arrivederci, Lexi. Super met de water. Nee, missen. Gooi dat missen. Toppertje. Doe lief voor Utopianen. Doe lief. Love you. Love you. Love you. Jordi! Mami! Mami. Los, Lex. Mami. Nou, schatjes. Doei, liefje. Doei. Geen ruzie maken. Zet hem op daar, alsjeblieft, ja. Doeg. Doei. Ja. Alsjeblieft, ja. Doeg. Doei. Doei. Doei Lex! Doei liefie! Doei! Doei sexy Lexi! Geniet er een beetje van, hè? Ja! Goed zo! Ik zie nu het echt een stuk rustiger hier binnen. Ja, zij. Misha! Doei! Doei! Love you! Jeetje. Kom goed, hoor. Lila. Die hoor je ook weer overal. Ja, die hoor je overal bovenuit. Love you! Doei! Nee. Wat is dat?
alsof je hoofd onder water hebt gestopt.